goedemiddag, kan ik zeggen. We staan hier in Helvoort bij de Bolle Keizer en er gaat iets bijzonders gebeuren. Want Dre Dekkers, die eigenlijk oorspronkelijk hier uit Helvoort komt, heel actief is geweest, die neemt vandaag afscheid als hoofdman van het Gilde Sint Joris. Maar daarnaast gebeurt er iets heel erg bijzonders en dat wouden we graag filmen. En als u wil weten wat het is, dan gaat er lekker mee naar binnen. Wat loopt hier rond? Is het helemaal aan de hand? Ja, we hebben een verrassing voor jou. Verder zou ik nog niet vertellen. Dus, Tja, en terwijl in het restaurant het gilde bij elkaar zat en meneer Dekkers van niks wist, behalve dat hij toch wel erg nieuwsgierig werd wat er allemaal ging gebeuren, was de familie en vrienden opkomen draven. En die zaten in de bar aan de andere kant. Tja, en hier zijn we in het restaurant. De familie, vrienden staan te wachten wat er allemaal gaat gebeuren. We moeten nog even wachten en dan komt ook onze burgemeester. Want een koninklijke onderscheiding die moet je natuurlijk heel netjes en officieel omkomen doen. En dat komt de Jeanette Zwijnenburg speciaal vandaag doen bij meneer Dekkers. En wij zijn getuigen. Toen het helemaal duidelijk werd dat er voor Dre Dekkers een feestje aan zat te komen, ging je er maar eens goed voor zitten. Iedereen heel hartelijk welkom. Ik neem niet aan dat er iemand hier staat die niet weet waarvoor hij hier staat. Dus dat hoef ik niet uit te leggen. Bovendien, als je naar zijn stralende kop kijkt, dan denk je dat er iets gaat gebeuren. Een flink deel van het gilde vormt de achtergrond. Dus dat gaan we doen. Onze kerstverse burgemeester van de gemeente, die heeft bewilligd om dit belangrijke moment, niet alleen bij te wonen, maar daar vorm aan te geven. Dre die heeft, ik denk langzamerhand, bijna meer dan een half jaar bibberend door de wereld gelopen van gaat dat lukken of gaat dat niet lukken? Want je kunt wel proberen in een klein dorp als Helvoort om dat geheim te houden. Zelfs als ze ergens anders wonen, dan lukt dat nog niet. Dus hij weet al lang wat hem boven zijn hoofd hangt. Maar hij heeft tot nu toe knap zijn best gedaan om net te doen of hij nergens van weet. Dat is heel goed. Dat is eigenlijk ook belangrijk. Ik wou graag het woord geven aan de burgemeester. Ja, dankjewel. Ja, ik ben eigenlijk voor u, hè, meneer Dekkers heet dat, maar ik hoor dat iedereen Dre zegt, dus mag ik wel zo vrij zijn? Oké, nou dat is heel fijn. Dre, ik ben hier speciaal naartoe gekomen en dan heet het zo mooi omdat het zijn koninklijke hoogheid heeft behaagd. En het heeft hem behaagd om jou te mogen onderscheiden. Is die waar? Ja, het is echt waar. En daar mag je alle andere mensen dankbaar voor zijn, want die hebben dat aangedragen voor jou. En daar heeft onze koning op gezegd van nou, dat is zo'n puikenvent. Die neemt nou afscheid als hoofdman van de Gilde Sint Joris. Maar hij heeft nog veel meer gedaan. Ja, en dat kan ik helaas niet uit mijn hoofd. Dan moet ik echt even mijn speakbriefje. Want zoveel weet ik natuurlijk ook in die korte tijd nog niet van je. Er staat hier op mijn briefje dat jij vanaf 1953 tot nu lid, bestuurslid, voorzitter en hoofdman bent van het Gilde Sint Joris te Helvoort. Maar daarnaast heb je natuurlijk nog veel meer gedaan en veel ondersteunende functies ook bij het Gilde. Er staat hier ook dat je van 1960 tot 2008 medeoprichter en bestuurslid was van de buurtvereniging Het Spooreind in Helvoort. Ja. En er staat dat je lid bent van de evenementencommissie van het gemengde koor van de Rooms-Katholieke parochie in Helvoort. We zijn er nog niet hoor. En van 1990 tot 2011 was je vrijwilliger bij de Harmonie Kunst Adelt in Helvoort uiteraard. En er draaiden daar bardiensten en verzorgden het vervoer van de instrumenten naar concerten en optredens. En van 1990 ben je de slager voor de winkels aan de duinboeren in Helvoort en omgeving. En vanaf 2000
ben je lid en vanaf 2003 ook actief lid van de evenementencommissie van de biljartvereniging. De Ketsers uit Helmond. En daarnaast ben je ook... Ja, spreek ik dat niet goed uit? Ja, ja. Nee, de Ketsers is goed, hè? Ja, prima. En daarnaast ben je ook contactpersoon voor de Biljartbond Midden-Brabant. En als laatste ben je ook nog mede-oprichter en mede-organisator van het Tom Praten in Helmond. Ben ik nog iets vergeten? Waarschijnlijk niet, hè? Ik denk van niet. Maar ik vind het een lijst. Het is een flinke lijst. Het is een flinke lijst. Ik ben zelf ook altijd niet meer. Ja, en daarom, en ik vind het ook terecht dat onze koning het heeft behaagd. En dan mag ik je nu ook de versierselen opspelden die daarbij horen. Dus dat officiële moment wil ik toch graag dat je even kan gaan staan. Ja, ja. Ja, ja. Zit er nergens in, hè? Nee hoor, daarom ik wel. Nee, precies. Kijk eens. Nou. En daar hoort ook nog de oorkonden bij. Als je die nou zo houdt, dat is mooi voor de foto. Kijk, ik zie jongen. Het is aan het wezen. Niet gewoon de boeken bijstaan. Gewoon lekker bijstaan. Ja, ja, doe maar. Goed zo. Ja, en ik zou bijna zeggen, wat is het leven zonder bloemen? Ja, jij zou denken, wat is het leven zonder witte wijn? Maar witte wijn hoort erbij, maar bloemen horen erbij. Ja, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. En heel veel plezier. Dankjewel. Volk wat tegen je zegt, Dree, leuk gedaan, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En daarom, niet flauw doen met zo'n lintje, op je revers, altijd. Ja. Alleen niet in bed, en voor de rest is het overal. Ja. 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 Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, Jim. En draag het met eer. Dankjewel. Ja. Ja, dames en heren, als opvolger van Dree als hoofdman van het gilde, en ik overigens niet alleen, want we hebben in onze nieuwe setting afgesproken dat wij de hoofdman een soort duo-functie gaan maken. Zodat niet altijd de verplichtingen op de schouder van één man komen te liggen. Dus Frank Roef zal samen met mij de nieuwe hoofdmanfunctie verder invullen. Maar als hoofdman en opvolger van Dree zijn we natuurlijk blij dat we dit hebben kunnen doen, Dree. We zijn al een jaar geleden of zo begonnen met allerlei formulieren invullen en gemeentes benaderen en... En jouw verleden natuurlijk uitspitten, want wat heeft hij nou eigenlijk allemaal gedaan vroeger? En ja, goed, met de behulp van familie en vrienden en kennissen hebben we gelukkig zeg maar een voldoende onderbouwing kunnen vinden. Ook samen met de oud-burgemeester Frans Ronnes, die heeft ons daar ook nog wat bij geholpen. Hebben wij die aanvraag vorig jaar ingediend. En via de gemeente Haren en de gemeente Oosterwijk en... De kanselarij en alle commissies en toestanden die erbij betrokken zijn, is uiteindelijk kregen we het goede bericht in december van Dree, die krijgt een koninklijke onderscheiding. Dus daar waren we heel blij mee. We hebben toen geprobeerd om voor jou een beetje geheim te houden. Volgens mij is dat redelijk goed gelukt. We hebben nog net voor de kerst hadden wij een interview met iemand die een artikel gaat schrijven voor de Gildetrom. Dat is het blad van alle Brabantse gilders. Daar komen vaak ook artikelen in van mensen die een jubileum hebben, iets te vieren hebben voor de gilders. En er was een mevrouw die kwam het interview doen en die kwam allerlei vragen stellen over het verleden van Dree. En hoe lang die hoofdman was en waar die hoofdman was, waarom die hoofdman was geworden. En waarom Dree ook eigenlijk zijn vader min of meer erop gevolgd heeft. Want jouw vader was ook hoofdman van het gilde volgens mij een aantal jaren. Ja. Dus de appel valt niet ver van de boom dan, zullen we maar zeggen. En... Goed, die mevrouw stelde dus allerlei vragen, van ja, en wel in het verleden, en wat gaat er nou gebeuren? Dus wij moesten toen eigenlijk angstvallig maar zien te verzwijgen dat we dus ook nog met dat lintje bezig waren. En dat het eigenlijk al min of meer was toegekend. Dus dat was wel spannend. Bovendien hebben we ook nog
ja, toch maar van alles gedaan om Dreven daar hier te hebben. Want ja, ook niet altijd even makkelijk voor, met vervoer en zo voor jou. Maar goed, het is allemaal gelukt. Wij zijn blij dat het voor elkaar is gekomen. We wensen jou nog een fijne tijd bij het Gilde, dat je nog lang bij ons mag blijven. En onze hartelijke gelukwensen. En, ik heb lege handen, maar er komt zeker nog wel een cadeautje van het Gilde die jouw kant op. Hartelijk dank. Blijven, zijn geweest. Dat is heel altijd goed. Bedankt. Lang zal je leven. Hey. Lang zal je leven. Hey. Lang zal je leven. Hey. Dankjewel. Dankjewel allemaal. Zo, een aantal officiële woorden. Tijd voor de felicitaties. En natuurlijk een hapje en een drankje hier in de Bollekeizer in Hilvoort. Ik ben dit. Dankjewel. Mooi. Ja, ja. Dan ben ik dit. Ja, ik denk het wel. Ja, dat waren al. Dat ben ik niet. Dat waren al, toch? Dat waren al. Ja, ja, ja. Dat was moeilijk te helpen. Dankjewel. Ik moet een chapje zelf ook nog. Mooi, ja. Ja, mooi, dankjewel. Ja, ja. Ja, ja. Dank wel, joh. Ja, ja, ja.